Yo, Nintendo fans, welkom bij een nieuwe avontuur. We gaan golven in Mario Golf Super Rush. Laten we lekker op avontuur gaan. Dit is mijn Mii. Deze Mii gaan we gebruiken. En het avontuur gaat gebeuren. En we zagen daar al wat er is gebeurd in het stadion. Ja, Bowser die werd even weggeblazen. En Mario's golfballetje gaat erin. Hoe heet het? Een hole, toch? Volgens mij. Ik ben geen pro-golfer, jongen. Ik weet al die golftermen niet. Misschien ga ik nog iets leren van dit spel. Peach staat te applaudisseren. Luigi ook. En Mario denkt... Oh, maar wat gebeurt er? De tv valt uit. Toadette vraagt waarom, want we zaten daarnaar te kijken. Yo, Birdo. Maar Mario heeft gewonnen. Dan is het toernooi toch afgelopen, zegt Birdo. Een Charging Chuck zegt... Ja, maar heb je gezien hoe hij heeft gewonnen? Het was fantastisch. Van die laatste slag moet ik de herhaling zien in slow motion. En Birdo zegt... Ah, sorry, Chuck. Maar vergeet niet dat de welkomstceremonie van morgen belangrijker is dan tv kijken. Dit is levensles nummer 1 in Mario Golf. En dat van Birdo. Boo vindt ook dat Birdo gelijk heeft. En Boo zegt... Laten we lekker gaan slapen, zodat we er morgen tegenaan kunnen. Nou, wel trusten allemaal, grappies. Charging Chuck die stelt wel een goede vraag. Die vraagt aan Boo, kunnen spoken eigenlijk wel slapen? Of val je dan niet toevallig door je bed heen? Dat is een hele goede vraag. Dit is gewoon een educatieve game, jongen. Oh, Toadette vindt het beledigend voor spoken. Trouwens, wat doet Toadette met al deze bad guys? Toadette, wat doe jij hier? Toadette gaat slapen. Maar, ik snap het niet. Charging Chuck die doet een beetje stoer. Die zegt, zorg eerst maar eens dat je net zo ver kunt afslaan als ik. Sorry, Toadette, maar anders blijf je achter me aanrennen. En Toadette zegt, nee, golf is meer dan hard slaan. Je moet ook kalm blijven en de baan goed inschatten. En Boo zegt, jullie nerds, jullie hebben het allebei fout, want het draait om finesse en gevoel voor details. Hey, daar ben ik. Wat doe ik hier nou weer? Luister eens allemaal. Ik wil jullie voorstellen, de laatste nieuwkomer in jullie groep, dat is Rick Tjuri. Jij bent ook een rookie. Ik ben een noobie rookie. Nou, daar zijn we. Beter laat dan nooit, zegt Charging Chuck. En die zegt, hey, hoe ver kun jij een golfbal slaan? Zullen we een wedstrijdje doen? Nou, we gaan samen trainen met z'n allen. En we moeten onszelf even voorstellen. Charging Chuck zegt, ik map de bal over de horizon. Grote halen goud thuis. Toadette zegt, ik ben altijd blij om iemand te ontmoeten die over golf wil leren. Kunnen elkaar vast wel helpen. En Boo zegt, nou, Boo, zo heet ik dus. Nou, dat was het, jongens. Slaat lekker allemaal. En wij mogen ook onze kamer gaan opzoeken. Dit heeft nog niet heel veel met golf te maken, maar ik vind het eigenlijk superleuk. Birdo zegt, ik ben de oppasmoeder van het gasthuis. Je mag me mama noemen. Mijn kamer is helemaal achteraan. En morgen is de grote welkomstceremonie en we moeten maar even onze kamer gaan opzoeken. Wat grappig dit. Dit is de kamer van Toadette. Dit is de kamer van Charging Chuck. Dit is de kamer van Boo. En dan moet dit mijn kamer zijn. Yo, dit is net als The Sims gewoon, man. Wat vet. Nou, laten we lekker gaan slapen. We zijn weer wakker en we moeten de directeur ontmoeten voor het clubhuis. Wie is dan de directeur? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Meneer de director. Hey, Birdo. Goedemorgen, Rikachu. Goedemorgen, Birdo. Heb ik lekker geslapen, vraagt Birdo. Ik heb fantastisch geslapen, man. Alleen, we zijn nu een beetje te laat. We hebben ons verslapen. Ligt er hier nog iets wat ik kan vinden? Dus ligt er nog wat in de koelkast? Nee. Nee, oké. We gaan zonder ontbijt golven, jongens. Eén dingetje nog, zegt Birdo. Iedereen in het dorp weet dat er een nieuwe klas met rookies begint. En er zullen een hoop ogen op ons gericht zijn. Let's go. Dit is zo cool. Dit is echt super vet. Gewoon een hele wereld waar je in kan lopen en zo. Dit vind ik echt heel erg leuk. Dit voelt net een beetje als de beginstappen in Pokémon Sword en Shield, man. Welkom in ons vrije dorp, Greenweiden. De geboorteplaats van golf in het paddenstoelenrijk. We betreden legendarische grond. Hier zijn allemaal golflegendes geboren. En Paratroopa is benieuwd wat ik voor ze in petto heb. Ik ook, jongens. Waar moeten we naartoe? We moeten naar dat huisje daar, hè? Oh, we worden wel aangesproken door de mol. Op dit bord vind ik een gedetailleerde kaart van Greenweiden met alles wat we nodig hebben. Oké, clubhuis, restaurant, winkel, beginnen. Baan, oefenbanen. Ja, top. Maar volgens mij moet ik gewoon naar mijn matties doen. En de hoofdtrainer zei, jij moet Rikachu zijn. Dat ben ik inderdaad. Let's go. We gaan naar de welkomstceremonie. Koopa is de directeur. Oké. Van harte welkom, rookies, zegt Koopa. Jullie zijn ongetwijfeld al bekend met de roemruchte geschiedenis van de Greenweiden Country Club. Maar ik kan het niet vaak genoeg worden verteld. Deze club heeft talloze illustere golfers voortgebracht. Hopelijk beseffen jullie goed wat een eer het is om deel van de geschiedenis van Greenweiden te kunnen worden. Voor wie mij niet kent, ik ben de trotse directeur van de club. En het is me een plezier om deze klas rookies welkom te heten.
Jullie hebben de hoofdtrainer hier net al ontmoet. Luister maar goed naar hem, want hij is een topcoach. Yo, hoofdtrainer! Luidjes, jullie zijn hier om één reden. Jullie hebben talent, maar het gaat niet vanzelf. Ik kan helpen om jullie talent te benutten, maar jullie moeten het harde werk zelf doen. We krijgen een goalhorloge en daar kunnen we de score en prestaties op bekijken. En we moeten naar voren stappen als we onze naam horen. Dit is Charging Chuck. Die moet wat controle leren. Dan hebben we hier Toadette. Yo, Toadette! En Toadette golft alsof het schaken is. En Boo! Wat heeft hij over Boo te zeggen? Die heeft een bovennatuurlijke goede balcontrole. Ja, hoe moet Boo een golfclub vasthouden? Dat vraag ik ook me af. Charging Chuck is een beetje jaloers volgens mij. En over mij zegt hij, ik schijn een groot talent te zijn, maar nog een beetje groen. Net als de golfbaan. Goeie grap. Ja, we hebben een golfcolloge gekregen en techniek staat voor niks. En kijken of de informatie klopt. Nou, het zal ongetwijfeld kloppen. Ik wil gewoon nu even een bal gaan slaan, jongen. Als we kampioen worden, als we de beste worden, krijgen we de Platina Badge. Ja, dan moet je gewoon alles winnen. Simpel als dat. En nu komt nog iemand helpen om ons les te geven. En dat is Tootje. What up, Tootje? Die is ontzettend blij dat we er zijn. En golf is populair dan ooit in het paddenstoelenrijk. Hebben jullie gisteren dat nooit gezien? Natuurlijk heb ik dat nooit gezien. Maar jullie praten kapot veel. Ik heb er dorst van gekregen. Nou, en we mogen nu naar de openingsceremonie. Alleen ik word nog even aangesproken. We moeten naar de Caddy Master. En dat is hier linksaf en dan het pad volgen. Oké. Let's go. We gaan naar de Caddy Master. En dat is Blauwe Toad. Ik wist het wel. Natuurlijk ben jij, Rikkertje. Ik wacht al lang op je. En dat klonk misschien wat onheilspellender dan dat Caddy Master had bedoeld. Ik ben hier voor het pakket. Ja, zeker ben ik hier voor een pakket. Geef mij mijn golfclubs. Ja, daar staat hij. Ja, oké, cool. We krijgen 7 clubs mee van de 14 in het begin. Nou, oké. Mag ik nu eindelijk gaan golven? Laat me gaan oefenen. Ik wil golven. Ja. Kijk, daar staat Chucky al te oefenen. What up? Hallo, meneer. We moeten 60 puntjes gaan scoren. En daarvoor moeten we op het blauwe punt gaan mikken. Maar hoe moet ik nou weten hoe hard ik moet slaan, jongen? Moet ik gewoon zo hard mogelijk slaan? Is dit het? Zo? Sla ik nu precies goed? Of is het... Nou. Oh, 7 punten. Dat was bijna perfect. Ik moet iets zachter slaan, denk ik. Ik moet denk ik ongeveer zo slaan. Zijn dit de perfecte punten? Zijn dit 10 punten? Ja, dit moet wel. Dit moet wel. Ja, toch? Ja, hoor. Hoppakee. Ja, dit gaat helemaal goed komen. We slaan nu met de D golfclub. Dat is de driver. En die gebruik je dus om gewoon keihard te slaan. We hebben nu net aan weer 10 puntjes. Lekker. We zien op dit moment nog geen wind of zo in beeld. Dus we hoeven nog geen rekening te houden met de wind. Ja, dit zijn perfecte slagen, jongen. We moeten in totaal 60 punten halen. Ja, dit gaat wel goed komen. We moeten nu ergens anders naartoe slaan. Iets verder. Dus ik denk dat ik nu wel ongeveer de maximale kracht mee moet geven. Nou, dit is een mooi balletje, hoor. Dit is een mooi balletje. Ah, ja. Lekker. Ja, deze vliegt weer aardig naar de 10 puntjes toe, hoor. Ja, lekker. Nou, we hebben 97 puntjes gehaald. 400 munten krijgen we ervoor. Geen idee. Nou, we gaan in ieder geval naar level 2. Dat is al nice. En dan kunnen we nu iets verbeteren aan onszelf. De slagkracht, energie, snelheid, balcontrole of de spin. Ik vind mijn balcontrole wel belangrijk. Daar ga ik even in investeren. Let's go. Knap gedaan, Rikkertje. Om de precisie van je slag te blijven verbeteren, moet je zowel de carry als de run letten. Wil je daar meer over weten? Zeker, want ik heb totaal geen idee van wat dat allemaal betekent. De carry is de afstand die de bal aflegt voordat hij landt. En de run is de afstand die de bal aflegt na de landing. Oh, oké, duidelijk. Oké, we mogen nu denk ik naar de volgende oefening. Dan moeten we hier uit. Oh, wacht even. Deze meneer heeft nog wat te vertellen. Hij heeft een uitdaging voor mij. We hebben 10 slagen om 80 punten te halen. Nou, dat hebben we net al gedaan, toch? Ik haal het net niet om 10 punten te halen. Zo sterk ben ik nog niet. Zo hard kan ik nog niet slaan. Daar hebben we denk ik Chuck voor nodig. Dus ik sla een klein beetje naar de zijkant, zodat ik elke keer in de 8 kom te liggen. Want dat haal ik wel. De 9 haal ik ook niet. Kijk maar, want ik sla nu echt super hard. Maar verder dan dit komt hij gewoon nog niet. Want zoveel kracht heb ik gewoon nog niet. Dus ja, dan gaan we maar voor de 8 punten. Nu hebben we in totaal 90 punten. Dus we hebben de challenge gewoon gehaald. Lekker! Kijk, en we gaan gelijk... Oh, we gaan gelijk naar niveau 4 zelfs. Ik denk dat ik dus wat moet investeren in mijn slagkracht. En dan kan ik ook het beste investeren in mijn snelheid. Want blijkbaar als ik in mijn kracht investeer, dan wordt mijn snelheid lager. Dus dan moet ik gelijk ook even mijn snelheid boosten.
oosten. En door naar de volgende oefening. En dat is hier op deze golfbaan. We gaan de approach training doen. En de approach is een slag van buiten de green die als doel heeft de bal op de green te leggen te laten komen. En de green is zeg maar het vlakke stukje gras dichtbij de hole. De hol, het hol. En we moeten met 3 slagen minstens 10 punten scoren. Even kijken hoe we dat gaan doen. Kijk, als we nu een volle slag doen, dan slaan we dus veel te hard. We moeten dus denk ik ongeveer zo hard als dit slaan of zo. Eens even kijken. Is dit... Ah, dit is alsnog te hard denk ik. Nou, hij komt wel in het oranje misschien nog net. Hij komt net in het oranje. Dus we moeten nog zachter slaan. Ik denk dan ongeveer zo. Oh, deze gaat erin. Deze gaat erin. Ah! Lekker. Ja, die was mooi. Die was super mooi. En we slaan gewoon lekker rechtdoor. Kijken of deze er ook in gaat. Oh, ja hoor. Heerlijk dit. Ja. Ja. Ik ben die golfpro, jongens. Oké, volgende les. Maar in de volgende les moeten we rekening houden met het hoogteverschil van 27 meter. Als ze de bal heuvel opwaarts slaan, dan rolt die na de landing dus minder ver. Dan moet je zorgen dat je wat harder slaat. En het schijnt lastiger te zijn om heuvel af te putten dan heuvel op. Oké. Mij leek het andersom, maar ik geloof je. Oké, dus het loopt hier een beetje naar beneden. Dus misschien moeten we hier nu nog iets zachter slaan. Ongeveer zo misschien. Ja. Oh, dat is... Nou, dit is wel aardig. Dit was best een goeie. Ietsje harder nog. En een tikkie naar links. Zo ongeveer dan. Eens even kijken wat dit gaat doen. Ah, dit is weer een mooi slagje hoor. Oh, ja. Ik vind dit leuk. Ik vind dit hartstikke leuk. Deze is denk ik net iets te zacht. Deze gaat er denk ik net niet in. Nee, deze haalt het net niet. Hij komt er net voor stil te liggen. Ah, het is gewoon prima scoren dit weer hoor. Dus even kijken. Daar is die. We slaan heuvel afwaarts. Dus we moeten iets zachter slaan. Ik ga voor dit ongeveer. Ik denk dat dit een mooie slag is. Oh, nee. Oh, dat is iets te hard. Dat is iets te hard. Maar wel 9 punten. We moeten nog iets zachter slaan. Oké, we gaan iets zachter, jongens. Iets zachter. Zou dit de perfecte bal zijn? Ja, hoor. Voor het mooie mag hij nog net ietsje zachter. Dan komt hij iets minder hard richting de put, de hol. Nah, lekker dit. En we gaan gelijk weer leveltje omhoog. En dat gaan we investeren in de balcontrole. Let's go. Ik heb even snel nog een challenge gehaald, want dan krijg ik weer lekker XP. Hoppakee, level 6. Wel jammer dat er gewoon dingen omlaag gaan ook. Dat is super stom. Waarom word ik slechter in dingen als ik een level omhoog ga? Dat is toch weird? Nou nog de beginnersles over putten. Dat is zeg maar de bal afmaken. Dus even kijken of we ook soepel zijn. Even kijken hoor. Is dit een goede bal? Dit is... Oh, bijna. Moeten we hier gewoon op het vlaggetje mikken dan? Oh, deze zal iets te hard zijn. Nou, oké, je kan beter te hard dan te zacht slaan blijkbaar. Hoppakee. Ja. Oké, nice. De volgende les. Die ligt op een helling. Die helling is dus ietsje hoger dan waar ik nu sta. Dus dat betekent dat je misschien ietsje harder moet slaan. Eens even kijken. Ja. Oh, soepeltjes hoor. Heel soepel. Nog ietsje harder, zodat hij er ook in gaat in één keer. Yes. Wie van jullie heeft het trouwens wel eens in het echt gegolfd? Ik heb dus wel eens in het echt gegolfd. Ja, ik heb ook gemidget golf natuurlijk. Ik denk dat veel van jullie wel een keer gemidget golfd hebben. Maar het is echt lekker om keihard gewoon die bal heel ver weg te slaan. Dat is zo'n lekker gevoel. Oké, nu moeten we dus naar beneden slaan. Dus dan moeten we even wat zachter slaan. Dus ik ga nu ietsje zachter slaan. Ja, kijk. Lekker. Helemaal top dit. We gaan goed. En nog een keer. Ja hoor. Hier gaan we gewoon 30 puntjes halen, jongens. Let's go. Let's do this. Hoppa. En nu mag ik nu een wedstrijd doen. Ik wil een wedstrijd doen. We mogen een paar holes gaan spelen als een soort test. En dan weten ze pas of we er klaar mee zijn. Oké. We gaan eindelijk echt golven, jongens. Let's go. Er is ook windsnelheid nu. Hoogteverschil. Oké, spannend. We moeten 3 holes voltooien met een score van maximaal plus 5. Even kijken hoor. We moeten de bal denk ik ongeveer daar gaan slaan. Die 2 rode driehoekjes daar bovenin bij je slagmeter. Dat betekent dat dat geen veilige zone is. En als je daarin komt, dan sla je wel hard. Maar dan ga je iets minder nauwkeurig slaan. Dus we moeten eigenlijk proberen om net de ronde te slaan. Op deze manier. En dan komt hij precies waar je hem zou willen hebben namelijk. Natuurlijk moet je wel rekening houden met de wind. Je zag hem een klein beetje zo naar links afbuigen. Dat komt door de wind. Ah, dit was prima. Dit was een goed slagje. En we zouden hem nu al erin kunnen slaan, hè. Als het een beetje mee zit. Dus even kijken of het gaat lukken, hoor. Ja, dit is een prima slag, denk ik. Iets te hard, denk ik ook. Ah, ja, iets te hard. Nu moeten we hem eventjes goed neerleggen.
Oh, oh ja, dit is nice. Dit is nice. En dan moeten we hem nu gaan putten. Dit is veel te hard. Maar oké, okay, hij zit er wel in. Nice. Ik ga een beetje meer naar links mikken, want de wind staat naar rechts. En dan, oeh ja, dit had misschien wel iets harder gekund. Maar oké, okay, alsnog is het een mooie slag. Ja, dit is gewoon top. Dit is gewoon top. We gaan prima. Ik ben tevreden. Er zit alleen, denk ik, misschien wel een boom in de weg straks. Kijk, zie je, daar is gewoon een boom. Dit is een beetje jammer. Maar ik ga toch maar proberen om gewoon zo te slaan. En hopelijk is dit goed. Ik zou met spin, zeg maar, langs die boom kunnen. Oh, wacht even. Oh, de wind. De wind. Ah, de wind. Ja, ja. Oké, okay, ik ben op zich tevreden. Deze moet even goed zijn. En deze is prima. Ja hoor, deze is dikke prima. En dan kunnen we hem gewoon zo, hoppakee, erin tappen. Hoef je voor de rest geen moeite voor te doen. Ja, dit is goed, dit is goed. We staan nog steeds op plus 0. Dit is helemaal goed. En dan de derde hol. Dus even kijken hoe deze is. Hier zou je een hole in one kunnen slaan, denk ik. We gaan dus even kijken of dat gaat lukken, hoor. Dat zou wel echt even heel sick zijn. Als we gewoon even een hole in one kunnen slaan. Ik denk het niet. Ik denk dat ik iets te zacht heb geslagen. Want we hebben een klein beetje tegenwind. Maar, ja... Dit lijkt me prima. Moeten een klein beetje naar rechts mikken nu. Zo. Oh, dit is waarschijnlijk iets te hard. Ik sloeg precies op de paal. Dus dat is nice. Ja, en dan moeten we hem gewoon erin knallen. Oeps. Oeps. Oké, okay, nou, we hebben toch nog wel een lesje te gaan. Die laatste deel was een beetje jammer. We doen nu alsof we het heel slecht hebben gedaan. Maar dit is gewoon prima, want we hebben het gewoon gehaald. Dit is gewoon hartstikke goed gegaan, joh. Ik denk dat we klaar zijn, toch? Voor de volgende uitdaging zijn we klaar. We moeten 3 holes spelen binnen een bepaalde tijd met een aardige score. Ja, nee, we moeten speedgolf gaan doen. Maar dat gaan we doen in de volgende aflevering. Dus ik ga Speedy Gonzales nog een nieuwe aflevering opnemen. En dan vraag ik aan jou om je even die duimpje mogen doen. Te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. Dan zie ik je gewoon bij de volgende aflevering bij Speed Golf. Let's go. Mazzel!